De politie heeft vrijdag in Amsterdam een verdachte aangehouden voor het bedreigen van Geert Wilders op het sociale netwerk X, voorheen Twitter. Wilders deed zelf aangifte bij de politie. Volgens de politicus zou het gaan om een dreiging hem te vermoorden. Een woordvoerder van de politie kan verder niet ingaan op de inhoud van het bericht dat werd gedeeld. Via een tweet bedankte Wilders de politie-eenheid Amsterdam voor de aanhouding van de persoon in een woning. Zo laat hij weten dat hij zonder de politie vogelvrij was.